Reizigers die op station Eindhoven moeten wachten op de trein kunnen vanaf nu televisie kijken. ProRail en de NS hebben op de perrons digitale schermen opgehangen. Het gaat om een proef van 3 jaar. Op de tv's komt informatie langs over cultuur en aankondigingen van geplande werkzaamheden. Met de verkoop van reclame moet het project deels worden gefinancierd. Eindhoven is het eerste station waar de RailTV-schermen zijn geplaatst. Uiteindelijk moeten reizigers op alle grote en middelgrote stations RailTV kunnen kijken.